De Leenderweg, Aalsterweg, de Wal of de Emmasingel. Het zijn straten waar nu 50 km per uur de maximumsnelheid is. Maar als het aan de Eindhovense politiek ligt, wordt dat straks wellicht 30 km per uur. Omdat er heel veel verkeersongevallen gebeuren met voetgangers en fietsers, is het heel belangrijk dat die snelheid naar beneden gaat binnen de bebouwde kom. Dus dat we als hoofduitgangspunt nemen binnen de bebouwde kom rijden 30. Behalve als het mogelijk is om 50 of 70 te rijden, 70 op de rondweg natuurlijk, en 50 op wegen zoals bijvoorbeeld de Karel de Grote Laan of de Montgomerylaan, waar je gewoon wel, als het mogelijk is, gewoon 50 kunt blijven rijden. In woonwijken geldt standaard al een maximumsnelheid van 30. Maar dat zou dus op het overgrote deel van de wegen de norm moeten worden. Weggebruikers zijn verdeeld. Ze passen zoveel dingen aan in het hulpverkeer in Eindhoven. Daar krijgen we veel meer ellende van, want ze draaien ook allemaal terug. Hè? Als dat we hier nou 30 kilometer van maken. Ik denk dat 30 kilometer niks opschiet. Ja, ik vind het aan de ene kant wel goed, want hier steken ook heel veel mensen zomaar over. Dus het zou wel voor verkeer beter zijn, maar ik vind 30 ook best wel langzaam. Ik denk dat de hele situatie in Eindhoven op dit moment sowieso met alle wegen gewoon echt verschrikkelijk is. Dus ja, ik denk niet dat het heel veel verschil uit zal gaan maken. Ik denk dat op zich voor verkeersveiligheid goed is, alleen voor doorstroming voor werkverkeer lastig wordt. De stad groeit en wordt drukker. Veiligheid is dus geboden, benadrukken veel politieke partijen. Toch zijn er ook zorgen, vooral over de doorstroming. Alles houdt al op in Eindhoven. Alles loopt al vast. Dus zetten we op 30 loopt nog meer vast. Laat het verkeer gewoon een beetje doorstromen. Het hoeft mij ook niet sneller, maar hou gewoon op de 50. Ik denk wel dat het een poos duurt voordat we daar met z'n allen alle Eindhovenaren aan gewend zijn. Ik zelf misschien ook wel. Maar het gaat om de veiligheid van onze kinderen en van onze fietsers. We willen naar een duurzame stad. Dat wil zeggen dat we minder met de auto moeten gaan en meer met de fiets. Dan moet de fietsen dus ook veiliger worden. Veel automobilisten zullen hier niet blij mee zijn. Nou, dat weet ik niet. Ik rijd zelf ook auto. Als je wat rustiger rijdt, kom je ook op de plaats van bestemming aan. Het stadsbestuur is positief en wil er op veel plekken in de stad mee aan de slag. Wat we doen op dit moment is als een straat wordt heringericht, dan zorgen we dat het ook de juiste inrichting heeft om het verkeer 30 kilometer te laten rijden middels borden en aanpassingen en dergelijke. Waar de snelheidslimiet straks wel of niet wordt ingeperkt is nog de vraag. Dat gaat het stadsbestuur nu uitzoeken. De gemeente zet in ieder geval geen extra handhavers in om de snelheid van automobilisten te controleren.